En op die manier gaan we erachter komen welk paard Flits wil dat ik ga kopen. Met een ja en een nee. We kunnen misschien een Dartmoor pony, een Passo Fino. Nee, niet hier. Nee. Hallo allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe Star Stable video voor jullie. En vandaag heb ik een hele leuke en hele speciale, want mijn konijn Flits gaat namelijk uitzoeken welk Star Stable paard ik ga kopen. Dus ben jij nou benieuwd naar welk Star Stable paard Flits gaat uitzoeken? Blijf deze video dan zeker kijken. Voordat we de video natuurlijk echt gaan beginnen, is het weer tijd voor de reactie van de week. En deze week gaat hij naar Annemijn. Echt een leuk festival. Ik heb elke dag alles gedaan voor lentemunten en heb er in totaal al meer dan 1300. En heb alles wat ik wilde gekocht, heb nu nog 600. Over. Ik ga de paarden volgend jaar kopen als ze zijn afgeprijsd. Trouwens, leuke video. Wat een superleuke reactie. En jeetje, wat heb jij veel lentemunten kunnen verzamelen. Echt bizar. Het is volgend jaar echt een makkie voor jou, want je hebt nu gewoon nog 600 lentemunten over. Echt heel knap. Heel erg bedankt voor het achterlaten van deze reactie. En natuurlijk ook iedereen die ook nog een reactie heeft achtergelaten op mijn vorige video. Wil jij nou kans maken om genoemd te worden in de volgende Star Stable video? Blijf deze video dan zeker kijken, want ergens in deze video geef ik jullie een emoji. En als je die emoji in je reactie zet onder deze video, maak jij kans om genoemd te worden in de volgende Star Stable video. Dan gaan we nu snel beginnen met deze video en gaan we erachter komen welk paard Flits wil dat ik ga kopen. Heb je er zin in? Doe dan vast zeker een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Oké, hoe ik dit ga doen? Ik heb twee kaartjes gemaakt met ja en nee en ik ga Flits dus vragen stellen waarop hij ja of nee kan antwoorden. En op die manier gaan we erachter komen welk paard Flits wil dat ik ga kopen. En ik heb bedacht dat ik dit via een soort, ja, hoe ga ik het noemen, kaartensysteem ga doen. Ik heb namelijk hier zo de kaart van Star Stable en ik ga die kaart in 4 vakken verdelen. Jullie zien het nu ook in het beeld. Namelijk een bovenkant, een onderkant, een linkerkant en een rechterkant. En hierdoor kan Flits dus kiezen welke kant van de kaart hij wil dat ik een paard ga kopen. Daardoor blijft er nog maar een paar locaties over waar ik een paard kan kopen. En door middel van de vragen ja en nee kan Flits dus gaan kiezen waar en welk paard hij wil dat ik ga kopen. Laten we beginnen met vraag 1 voor Flits. En dat is, gaan we een paard kopen aan de rechterkant van de kaart? Ik ben bij Flits. Hij is daar zo. Ik heb hier al bordjes neergelegd met een ja en een nee. En daarmee kan Flits gaan kiezen welk paard ik ga kopen. Hij heeft er zin in. Oh, Flits. Flits. Kom. Kom. Nee. Nou, het wordt dus een paard aan de linkerkant van de kaart. Flits heeft de eerste keuze gemaakt, namelijk nee, we gaan geen paard kopen aan de rechterkant van het paard. Dat betekent dat we een paard gaan kopen aan de linkerkant van de kaart. En jullie zien nu ook in het beeld welke plekken er dan eigenlijk al gelijk zijn uitgesloten. We kunnen nu nog een paard gaan kopen bij Steve, Marley, Silverkleed, Jarlaheim, ook nog een stukje Zuiderhoeven en de Gouden Heuvelvallei. Dus laten we snel verder gaan naar de volgende vraag. De volgende vraag voor Flits is, gaan wij een paard kopen aan de bovenkant van de kaart? Goed. Ja! Ja, wij gaan een paard kopen aan de bovenkant van de kaart. En nu hebben we eigenlijk nog maar heel weinig plekken over. Namelijk Steve, Marley, Silverkleed, Nilmers Hoogland en Gouden Heuvelvallei. Ik ben zelf nu ook al eventjes verhuisd van de Jorvikstal naar Steve. Ik vind het trouwens echt zo jammer dat het Ruiterfestival al weg is. Het is gelijk een heel stuk leger bij de Jorvikstal. Dat is echt heel raar om te zien. Maar goed, hier zo bij Steve is dus een van de plekken waar we misschien wel een paard gaan kopen. Ja, we weten natuurlijk nog niet wat Flits wil wat we gaan kopen. Ik wil eventjes gaan kijken bij de ponies en de paarden die hier staan. We kunnen misschien een Dartmoor pony, een Passo Fino, of misschien wel een van de Shires gaan kopen. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige paarden die we misschien kunnen kopen. Want we hebben nog 4 andere locaties over. Even kijken hoor. Bij Nilmers Hoogland staan natuurlijk de Zonies. Dan hebben we nog bij Marley. Daar hebben we ook nog de paardenmarkt natuurlijk. En daar staan de Pershons. Bij Silverkleed staan natuurlijk de Celle-Français. Welke staan er nog meer? De KWPN'ers staan daar natuurlijk ook. En nog een nieuw paard die afgelopen woensdag is uitgekomen. Dus misschien kunnen we die wel gaan kopen. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de Gouden Heuvelvallei. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Laten we maar snel doorgaan naar de volgende vraag.
Nou, wat ik net al zei, is we hebben nu nog 5 plekken over waar wij misschien een paard kunnen kopen. Dat zijn Steve, Marley, Nilmers Hoogland, Zilverkleed en Gouden Heuvelvallei. Ik ga deze plekken gewoon om zijn beurt aan Flits vragen, net zolang tot hij een plek goedkeurt. Laten we beginnen met de Gouden Heuvelvallei. Wat wordt het, Flits? Welk ga ik kiezen hier? En het woord ja! Flits heeft de Gouden Heuvelvallei goedgekeurd. Dat betekent dat we sowieso daar een paard gaan kopen. Dus ik ga nu snel naar de Gouden Heuvelvallei om alvast even te kijken naar wat misschien wel ons nieuwe paard gaat worden. We zijn aangekomen bij de Gouden Heuvelvallei en ik wil wel heel graag weten welke paarden hier allemaal staan. Oké, niet heel veel keus. We hebben hier dus de keuze uit een trakenner en een Belgisch warmbloed. Oké, dat zijn dus 2 rassen. Dat maakt het wel wat makkelijker voor Flits. Ik vind ze wel allemaal heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan snel aan Flits vragen welk van de 2 rassen het gaat worden. Laten we eerst aan Flits vragen of wij een trakenner gaan kopen. Nee, Flits wilde niet dat wij een trakenner gaan kopen. Dus 1 van deze 3 gaat het sowieso niet worden. Dan blijft er nog 1 paardenras over. Namelijk de Belgisch warmbloed. Of het Belgisch warmbloed. Er zijn er 4 van, zoals jullie kunnen zien. En ik vind zelf 2 hiervan wel echt heel erg mooi. Dus ik denk dat ik gewoon aan Flits ga vragen om zijn beurt of ik 1 van deze 2 ga kopen. Ik vind namelijk deze gevlekte wel heel erg gaaf. Maar ik vind de Palomino ook wel heel erg leuk. Spannend! Welke gaat het worden? Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, ik ga Flits weer een vraag stellen en dan mag hij weer gaan kiezen. Oké, we gaan aan Flits vragen of we de gevlekte Belgisch warmbloed gaan kopen die jullie hier naast mij zien. Ja, Flits! Oh nee! En weer nee. Nee, deze is het niet geworden. Oh, dat vind ik wel heel erg jammer, want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar goed, we hebben natuurlijk nog een keuze uit 3 andere hele mooie Belgische warmbloedpaarden. Ik ga gewoon nu aan Flits vragen of hij wil dat ik de Palomino ga kopen. Oké, de volgende vraag voor Flits. Ga ik de Palomino Belgisch warmbloedpaard kopen? Niet de camera omgooien, Flits. Nee, niet hier. Nee. Hier. Kom, Flits. Nu moet je niet aan deze kant. Je moet aan de andere kant. Is het lekker? Ja! Ja, Flits heeft een keuze gemaakt. We gaan het Palomino paardje kopen die hier naast me staat. En ik vind het wel heel erg leuk. Oh ja, ik vind het wel echt een hele goede keuze van Flits. Misschien dat de gevlekte toch wel iets meer mijn favoriet was. Maar deze Palomino is zeker ook heel erg mooi. Flits heeft een goede smaak. We weten nu dus welk paard we gaan kopen. Flits heeft gekozen. Nu moet ik nog een naam gaan bedenken natuurlijk. En ik wil wel een beetje een naam gaan bedenken ter ere van Flits. Weet niet of dat me gaat lukken, maar ik ga het gewoon even proberen. Oké, ik heb een naam uitgezocht, namelijk Thunderbolt. Dat betekent bliksemschicht. En dat is natuurlijk wel een beetje een Flits. Dus vandaar de naam. En voordat ik het paard ga kopen, ga ik jullie gelijk de emoji van deze week geven. En deze week is dat de konijnen emoji. Die vond ik wel erg toepasselijk. Dus wil jij nou kans maken om genoemd te worden in de volgende Star Stable video, zet deze konijnen emoji dan bij je reactie onder deze video. Oké, dan gaan we Thunderbolt, oftewel Flits, maar gewoon gelijk gaan kopen. Ja, we gaan hem kopen. Oh, kijk, ik vind deze animatie nog steeds echt heel erg leuk. Kijk nou, hoe schattig. Oké, we gaan hem naar de stal brengen, want anders ben ik toch mijn uitrusting allemaal kwijt. Oh, en we hebben hem gekocht. Hij is weg. Er staat nu een ander paard. Laten we snel naar mijn homestable gaan om Flits te bekijken in Star Stable. Ik ben aangekomen in mijn thuisstal en ik krijg gelijk deze melding. Er is dus een nieuwe update uitgekomen een paar weken terug. Dat andere mensen nu ook stalklusjes in jouw thuisstal kunnen doen. Superleuk, maar ik wil heel graag mijn nieuwe paard zien. En volgens mij staat hij op het weiland. Ja, daar staat hij. Ik ga hem hier zo in de stal zetten. Oh, daar staat hij. Oké, ik ga gelijk afstappen en mijn setje van dit paard halen.
Oké, we gaan snel kijken. Daar staat hij. En oh, hij is wel heel erg mooi hoor. Ik vind het wel echt een heel leuk paard. Oké, we gaan erop. En dan ga ik gelijk eventjes mijn setje bij hem aandoen. Oh, deze kan niet. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed, maakt niet uit. We hebben nog heel veel andere leuke peeskappen. Voor nu doe ik dan even zonder. Oh, daar is die jongens. Ik vind hem wel echt heel erg gaaf. Heb ik eigenlijk veel Palomino paarden? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Even kijken. Ja, ik heb er natuurlijk wel. Ja, deze is allemaal ook wel Palomino. Ja, deze ook wel, maar dat zijn wat oudere paarden. Deze niet. Deze is ook wel heel mooi. Ja, het is niet helemaal Palomino, maar goed, het is een beetje ook die kleur. Ja, oké. Ja, ik heb wel Palomino paarden, maar voornamelijk een beetje oudere paarden. Niet echt de nieuwste paarden meer. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Oké, we gaan naar buiten. Wauw, hij is zo mooi. Oké, ik heb hem gelijk eventjes verzorgd, zodat hij een level omhoog is. Zodat we alle gangen kunnen zien. Maar wauw, Flits heeft wel een goede smaak hoor, jongens. Daar moeten jullie hem wel gelijk in geven. Dit is wel echt een heel erg mooi paard. Ik ben benieuwd hoe jullie dit paard vinden. Wat jullie vinden van de keuze van Flits. Ik ben er in ieder geval echt heel erg blij mee. Ik vind hem heel erg mooi. Deze gaan jullie zeker vaker zien in mijn toekomstige video's. Als jullie trouwens meer van mijn huisdieren willen zien, kijk dan zeker even op mijn kanaal. Want ik heb laatst ook nog een vlog gemaakt op stal bij mijn paard Ollie. Ik had een fotoshoot bij een hele gave bloesemboom. Is niet helemaal lekker gegaan op het einde. Niet helemaal hoe ik het wilde. Maar goed, daar ga ik nu niet meer over vertellen. Dan moet je even de video kijken. Maar hij is wel voor de rest heel leuk geworden. Dus wil je er nou meer van zien, ga dan zeker eventjes kijken naar die video of andere video's over mijn huisdieren op mijn kanaal. Maar voor nu vind ik deze echt wel geslaagd. Ik vind het een heel mooi paard. Flits heeft het heel goed gedaan. En ik ben er heel erg blij mee. Laat in de reacties hieronder zeker weten wat jullie vonden van deze video. En dan was dit alweer het einde. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei doei!